Berend Meet. Die, of Berend Berend Meet, gaat op het hoogste pleutje van meteen. De volgende is dus weg. Dat is er overklasse 8, 9 jaar. Even het nummerbord draaien, collega erboven. Hebben ze bij? Dus we hebben nu finale 102 en nu finale 101. Even nummer draaien alstublieft, 102, ja dank u wel. We gaan het zien, wie komt daar? Volgens mij weet ik het al. Ja, 64, Ron van Eerwijk. Hij heeft volgens mij maar één plek vandaag. En dat is die eerste, iedere race die ik voorbij heb zien komen, zat hij op die eerste plek en die wil hij ook houden. En Brian ziet er goed uit. Hij kan het houden denk ik. Als er niks fout gaat, dan heeft hij op die eerste plek en het hoogste plekje dadelijk op het podium. Dus nummer 1, Brian van Eerwijk. Wie gaat voor het tweede plekje, het zilveren plekje? Nummer 33. Yes, Jimmy Janssen. Ronde 3, open klasse 10, 11 jaar, is op pad. Ze zijn al over de heuvel. Ze worden even hier weer fotografisch vastgelegd, filmtechnisch vastgelegd. Dat we ook straks op YouTube nog allemaal goed kunnen zien. Minuutje 27 van ons BMW Dream Team, Erik Peters, voorop. En straks gaan we dat allemaal, zoals gezegd, op YouTube waarschijnlijk nog terug zien. 2.41, Ricardo de Bie op de tweede plek. Wie gaat voor de bronzen plaat? Wie gaat op die derde plek komen? Dat gaan we zien. Er wordt gekeken. Er wordt gedacht van, rijken maar dicht. Ga ik het redden? 3.9, 2.89 volgens mij. Maar dat lijnjury heeft er beslissing over. Volgens mij was het niet de derde plek al. Maar dat bepaalt de jury. Niet door een man. 3.04. Wie is weg? Hoppakee, Renten wordt gesprongen en een mooie achterwielen. Dat is voor als het moet. De mannen laten het even zien. Stik techniek. Nummer 27 voorop. En hier staat uiteraard voor Erik Peters. 191 Jens van Bergshoven. 22,5 van de Broek. 153 Stefan Doorn. 43 Sam van Os. En 181 Dion Schegelhoorns. En weg is race 117, Boys 10 Girls 11. Wie komt er als eerste op die heuvels in? Wie springt er het eerste overheen? 64, zien we als eerste. Brian van Eerwijk. Wie volgt het, Brian? Volgens mij. Oh, dat kan niet! Brian, doe je! Kom op! Kom op! Kom op! Kom op! Kom op! Brian, die eerste plek te gaan maken. Laat het ons lukken, we zullen het zien. Op dit moment, over de kantine gekomen. Brian nog steeds erop, Sam nog steeds in de tweede plaats. En wie zit dan als derde achteraan te jagen? Dus nummer 22. Ja, 22 op de derde plek. Pieter Vrij! En dat is Ralf, natuurlijk Ralf van de Broek. Hoe gaat de eind over uitzien? Zoals het er nu uitziet, Brian van Eerwijk. Sam zich niet meer laat passeren nu, op het laatste stukje. Dan gaat onze jonge dame met de tweede plek er vandoor, inderdaad. En als derde nummer 2. Nummer 16 zit in mijn vinkentouw. Doe ik even zitten achteraan. Hoe gaat de einduitslag eruit zien? Op dit moment kan hetzelfde weer last scorebord. 2-7-1. Rick Timmermans, yes, number 1. In elk geval eerste plek van Sanne Vollenberg, nummer 2, 577, Mark Wendel nummer 2 en 284, Michael van Wijssen, nationaal. 176, Nieuwina van den Boom, 244, Tim van den Broek, 249, Pedro van de Wetering, 290, Bino van Rijswijk, 58 is Ronan Lemmens, 53 Kevin Sisse en 236 Damien Leenders. Ik ben gewoon wel het meiden. En dan komen ze. Zij gaan naar buiten. Volgens naar beneden.
Ze willen nu eens. Kijk, drie man. En nu nog twee zitten. Kop in elkaar. Elleboogje en elleboogje. Kom op, Pino. Hij wordt gefietst, wordt leeg. De bal heeft zijn binnen. Dat was weer van de binnenkant houden. Even de crash. Op dit moment hebben we twee achterieven op. Twee achterieven, Joey Delissen. Die zit voorop. Ja, hup, hup. Nee, we hebben het niet over. 3 en 5. Pino, kom op! Pino, kom joh! 3 en 5. Dat is nog geen geval, hoor. Ja, want je 2 8 3 zei we, Johnny Nelis nummer 1, 53 nummer 2, dat was Kevin Sissen, en dan moet je 32, dat is goed. Zo gaat die heren op die laatste combo af, wordt dat ook de einduitslag, daar zal het staan met de eerste weg. Dan moet je 36, blijft voor. Dat was heel groot, Johnny. Hij heeft hem. We zitten op de laatste middenstuk. Mark Doenen, nummer 1, 102. Jordi Hessel, 2 en nummer 3. Het is niet filmwaardig. Derde plek, de race. Gaan we kijken, wie gaat dat redden? Wie heeft het? Oeh, en volgens mij, maar correct me if I'm wrong, was Harry net even eerder als Jong. Als het goed is, moet dat B-finale mannen zo goed gaan. Oké, kom maar weer. Dat doet hij altijd, joh. Ik weet niet hoe je boven bent. Zet dan. Dus die met de GT. Hij heeft de GT's dik stap. De mannen komen er aan. Ergens zit hij op de veld gekomen. Wie zit er op de eerste plek? 121. Arjan van Gentsen, waar komt er een aanval? Jordi Jansen, wie gaat de aanval inzetten? De heren zijn aan knokken op 1 en 2. Wie gaat het worden in de B-finale? 17 plus. 121. Ja, vader. Yes, Arjan van Gentsen gaat op de winst in de B-finale vandoor. Woehoe! Oké, voorstellen. Klapstuk van de week. Wie hebben we? Pino. Jelle van der Elzen. Mike van Bielo. Tim van Esch. Jeffrey van der Biezen. Hoe moet dat? Goed, de eerste zeg. Hoe moet dat? Ja. Kampioen, hè? Oké, final race of today. Wie gaat hier met de winst vandoor bij de heren? Zijn fiets op het leven ervan af. Niemand wil. Dat hij niet. Ja, Jelle nummer 1, Jeffrey nummer 2, dat is derde.